Het liefdesleven van Sylvie Meis, 45, blijft een schouwspel dat de media graag uitlichten. De recente breuk met de steenrijke vastgoedondernemer Wim Beelen heeft opnieuw voor ophef gezorgd, maar Sylvie besluit nu zelf een humoristische draai aan de situatie te geven. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf op de bank, genietend van een filmavond, met de caption "How to be single" en een schaterlachende emoji. Ondanks alle aandacht en speculaties lijkt Sylvie haar gevoel voor humor te behouden. De mediabelangstelling rondom de breuk tussen Sylvie en Wim Beelen heeft geleid tot uitgebreide gesprekken met Wim, waarvan RTL Boulevard verslag heeft gedaan. In de onderstaande video deelt Wim zijn kant van het verhaal over de breuk met Sylvie. Het lijkt erop dat Sylvie, ondanks de tumultueuze periode, even de tijd neemt om te ontspannen en zichzelf te vermaken. De keuze voor de film How To Be Single voegt een vleugje zelfspot toe aan haar Instagram post, wat aantoont dat ze in staat is om luchtig met de situatie om te gaan. De sociale media van Sylvie zijn altijd een bron van intriges geweest, en deze keer laat ze zien dat ze de regie over haar eigen verhaal in handen neemt. Terwijl het publiek en de media blijven speculeren over haar liefdesleven, lijkt Sylvie zelf de controle te behouden en met een knipoog naar haar situatie te kijken. RTL Boulevard biedt een dieper inzicht in de breuk tussen Sylvie Meis en Wim Bele, en de video hieronder bevat exclusieve reacties van Wim zelf. Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar de achtergronden van deze liefdesbreuk, Bied de video een uniek kijkje in de persoonlijke kant van het verhaal.